Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Hallo iedereen, ik ben Doreen Kuilaerts en ik ben 38 jaar. Samen met Tom hebben wij 3 schatten van kinderen. En dit jaar in september stappen wij ook nog in het huwelijksbootje. Samen met mijn gezin ben ik woonachtig in Rijkenvorsel, waar ik voor de tweede keer het vertrouwen kreeg van de inwoner om het mandaat van burgemeester te bekleden. En dit gaf als resultaat dat ik mag deelnemen voor de Vlaamse verkiezingen voor N-VA vanop de tweede opvolgersplaats. Waarom stapt u in de politieke strijd? Sinds mijn 21 ben ik eigenlijk de lokale politiek beginnen volgen. En ja, eigenlijk uit een soort van rechtvaardigheidsgevoel. Ik vond dat er wel een aantal zaken anders aangepakt konden worden, een aantal verbeterpunten mogelijk waren in ons dorp. En dan ben ik dat zo achter de schermen beginnen volgen. En dan een eerste deelname aan de verkiezing was in 2006. Waarbij ik dan ook de kans heb gekregen om schepen te worden. En op die manier als jonge politici eigenlijk, politica, het vertrouwen van de mensen ingewonnen. Heb ik eigenlijk ook een aantal zaken mee op de kaart kunnen zetten, een aantal zaken mee kunnen realiseren. Wat ertoe heeft geleid dat er in 2012 dat ik de kans gekregen heb om burgemeester te worden. En nu in 2018 dat kan verder zetten. Nu, als je dan die veranderingen ziet in je gemeente en je ziet dat de mensen tevreden zijn, ja, dan kriebelt het gewoon om meer te doen. En ik heb dan nu eigenlijk de kans gekregen vanuit de partij, vanuit de N-VA, om mee mijn schouders onder het beleid te zetten op Vlaams niveau. Ik geloof in de partij, ik geloof in de krachtlijnen van de partij en ik wil mijn steentje eigenlijk bijdragen. En ik vind dat ze de voorbije jaren, wanneer dat ze deelgenomen hebben aan de regering eigenlijk, vind ik dat ze goed werk geleverd hebben. En ik denk wanneer dat N-VA kan verder zetten, dat we eigenlijk alleen maar een goede toekomst voor de Vlaming kunnen neerzetten. En dat onze kinderen kunnen genieten van kwaliteitsvol onderwijs. Er zijn nog zo'n aantal zaken waar ik mijn schouders wil onderzetten. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb lang aan het zoeken geweest van welke quote past er nu eigenlijk bij mij en bij het politieke verhaal. En ik heb lang getwijfeld eigenlijk tussen twee. Namelijk, waar een wil is een weg. En eerlijkheid duurt het langst. En ik ga heel even uitleggen waarom dat ik getwijfeld heb. Waar een wil is een weg. Ja, als leerkracht LO kreeg ik in het begin wel zo de opmerkingen. En als jonge politica dan eigenlijk van, ja, wat gaat ze realiseren binnen die politiek en dergelijke. Maar uiteindelijk, waar een wil is een weg. En hoe dan ook, je gaat wel aan de eindmeet komen. Nu, maar ik heb dan gekozen toch voor de tweede, namelijk eerlijkheid duurt het langst. Als ik terug ga kijken naar het beleid dat ik de voorbije jaren gevoerd heb binnen mijn gemeente, dan heb ik eigenlijk nooit doekjes gewonden om zaken die de mensen liever niet hoorden. Ik hou van een open, eerlijke en duidelijke communicatie. En ik denk dat de mensen dat appreciëren en vandaar dat ik ook kies voor eerlijkheid duurt het langst. Ik ga de mensen niet met een klaartje in het riet sturen, ik ga geen belofte maken die ik dan achteraf niet kan waarmaken. Ik zeg liever gemotiveerd een gemotiveerde nee. Ik denk dat de mensen dat meer appreciëren. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik ben niet iemand die houdt van persoonlijke cultus eigenlijk, dus ik ga ook niet zeggen, ik heb om die of die persoon ben ik in de politiek gegaan. Ik heb gekozen voor een partij waar ik me goed bij voel, een partij waarbij het programma eigenlijk aansluit vooral bij mijn eigen politieke gedachtegang en die heb ik gevonden bij N-VA. Wat niet wegneemt natuurlijk, dat wij sterke figuren hebben binnen onze partij. Denk maar aan Bart De Wever, Jan Bon, Suhail Demir, maar ook vanuit de Kempen, Chris Van Dijk. Dat zijn wel mensen waar ik natuurlijk naar opkijk, maar echte figuren of boegbeelden waarvan ik zeg, daarvoor ben ik in de politiek gegaan, die heb ik niet. Wat zijn uw politieke interesses?
de interesses zullen diegene zijn die nu eigenlijk ook al aansluiten bij het mandaat dat ik bekleed als burgemeester, namelijk veiligheid, burgerzaken, inburgering. Maar ik focus mij ook binnen de gemeente sinds kort op gezondheid. Ik denk dat een gezonde geest in een gezond lichaam toch wel van groot belang is. Dat is de basis van alle succes. Niet alleen op sportief niveau, maar zowel mentaal, lichamelijk, ook voor de personen op zich. Maar ook natuurlijk vanuit mijn verleden, vanuit mijn opleiding als lichamelijke opvoeding, vind ik die gezondheid toch wel heel belangrijk. Dan maak ik ook eigenlijk een klein brugje naar onderwijs. Ik heb 10 jaar zelf actief geweest als leerkracht in het onderwijs. Het is pas nog een heel hot item geweest. Ik denk dat de vaten bij de leerkrachten stilaan, of misschien zitten ze al wel vol. Ik denk dat daar nog wel een aantal ruimte of wat ruimte is tot verbetering. Dus dat is ook iets waar ik mee de kar wil trekken. En iets waar ik denk dat er ook heel veel werk op ons gaat afkomen, dat is ouderenzorg. Dus ook wel iets dat je binnen de gemeente ook al ziet. Dus ik denk op een hoger niveau toch ook wel een aantal zaken in beweging zou moeten kunnen zetten. Wat kan er anders en beter in de politiek? Anders en beter, dat is misschien een nogal zwaar verwoord, maar ik zou zeggen, wat is er misschien tot verbetering vatbaar? Naar mijn gevoel en wat ik zo hoor bij de mensen, dat is communicatie. Vaak wordt er over bepaalde thema's gedebatteerd en dan komt het in de media, maar dan wordt er vaak gefocust op wat dat de ene partij over de andere gezegd heeft, in plaats van nog het inhoudelijke. Het inhoudelijke wordt vaak vergeten, gaat vaak verloren in de perikelen tussen de partijen. En dat is een beetje jammer. Ik vind persoonlijk ook wel dat de media daar zijn rol in speelt. Dat is een spijtige zaak, maar dat is nu eenmaal zo. Maar ik denk dat op vlak van communicatie zeker nog wel ruimte is om te verbeteren. Nu, wat verder nog volgens mij daar aanleunt, dat is, men kan volgens mij als partijen meer bereiken door samen te werken dan constant aan afbraakpolitiek te doen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb gekozen voor een voetbal. U had hem hier al zien liggen, maar ja, ik heb dat eigenlijk voor 3 redenen meegenomen. In die zin, het is de bal van mijn zoon. Die is sinds een jaartje nu aan het voetballen. En als ik vrije tijd heb, wij hebben er niet zo heel veel, maar als ik vrije tijd heb, vind ik dat wel leuk om naar de wedstrijden te gaan kijken. Samen dan met de 2 andere dochters aan de zijlijn, supporteren voor de zoon. Nu, het gaat verder dan enkel supporteren voor de zoon natuurlijk. Ik ben als opleiding leerkracht lichamelijke opvoeding, dus wilde ik op die manier toch wel nog eens even de aandacht vestigen op het sportieve, wat ik toch wel van belang vind. Maar ik heb zelf ook gevoetbald toen ik wat jonger was, bij een ploeg in ons dorp. En wat daar eigenlijk toch wel belangrijk in is, is een ploegsport. En een ploegsport, dat doe je niet alleen. En ik denk eigenlijk dat politiek dat ook is. Je kan niet alleen schitteren, je kan niet alleen resultaten boeken wanneer je alleen op de voorgrond staat. En dat is ook iets dat ik vanuit mijn ervaring als burgemeester wil meepakken. Ik heb de voorbije 6 jaar 3 ploegen samen moeten houden. 3 partijen met de neuzen in dezelfde richting zien te krijgen. Dat is mij ook gelukt. Maar dat heeft ook geresulteerd dat wij heel veel hebben kunnen realiseren gedurende die 6 jaar. En net daarom, om te laten zien dat politiek niet voor Haantje de Voorste is, maar eigenlijk voor een ploeg.